Dag beste kijkers. Zaterdagavond en zondagnacht nam de bewolking vanuit het noordwesten toe. Maar in een groot deel van het land bleef het nog geruime tijd onbewolkt. En op sommige plaatsen daalde de temperatuur dan ook naar zo'n min 4 graden. Aan de kust kwam de temperatuur vrijwel niet meer onder nul. De wind was zwak en waaide uit de zuidelijke richting. Zondag overdag was het een hele aardige dag. In de nacht ontstaande mist loste in de loop van de ochtend vrijwel overal op. En toen kwam de zon er flink bij. Het werd ook een stuk zachter met temperaturen die in het zuidoosten nog opliepen naar zo'n 2 graden. Maar in het westen werd het 7 tot 8 graden. De wind was zwak en waaide uit de zuidelijke richting. Vanavond en vannacht kan er in het hele land weer mist ontstaan en het kan ook weer glad worden. De vorst zit nog in de grond en bij temperaturen die in het binnenland dalen naar rond het vriespunt kan het dus glad worden. Aan de kust blijft de temperatuur met 2 à 3 graden, dus boven nul, maar ook daar kan het nog eventueel glad worden. Morgen overdag hebben we een grijze dag, er kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 6 à 7 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit zuidwestelijke richting. Dit was het weer, Karel van der Wouw, ik op tv vanaf de Dam in Amsterdam.